Kijk, deze hebben we afgelegd net. Over een jaar kunnen we deze zo afknippen en dan hebben we een nieuwe plant. Deze kan ik ook een mooie aflegger van maken. Dus we graven het een beetje uit. Leggen we de plant erin. En dan met de steen of met de tak houden we stevig vast tegen de aarde. En dan de goede grond eroverheen. Maar deze plant is belangrijk dat het echt goede grond is. En de grond bij de moederplant, die is al perfect. Dat komt omdat die plant die zorgt voor zijn eigen fijne omgeving. Dus die zorgt dat de grond om deze plant geschikt is voor deze plant. Logisch, hè? Dus deze plant kan je niet zomaar even in de klei zetten of in de arme zandgrond. Daar heb je echt zure bosgrond nodig. En eigenlijk heb je gewoon grond nodig die al mooi bewerkt is door de planten generaties ervoor. Nou, we gaan eerst deze. Dit is al een natuurlijke aflegger, die kunnen we oogsten. Dus die kan ik al gaan gebruiken voor een ander stukje van onze tuin. Dus dat gaan we nu even doen. Kijk eens, er zit genoeg wortel aan. Dus deze kan ik mooi op een andere plek zetten. Maar dan is het dus wel belangrijk dat ik ervoor zorg dat er genoeg van deze goede grond erbij zit. Want dit is dus de grond waar die van houdt. Nou, deze nog even afleggen voor volgende oogst. Deze kan weg. En dan zijn we weer productief bezig. Ja, de aflegger is gemaakt. Ik kan er nog een extra steen op leggen, zodat ik zeker weet dat beesten of de natuur ervoor kan zorgen dat de aflegger weer bloot komt te liggen. Nu is die lekker ingegraven in de goede grond. Dus dan maar lekker wachten, geruime tijd. Hoe langer hoe beter. En als ik zie, nou, de plant is tot leven gekomen, hij krijgt mooie nieuwe scheuten. Dan haal ik hem uit de grond en zet ik hem ergens anders neer. Dat gaan we dus met deze aflegger doen. En dan kan ik eerst nog even kijken of er nog meer afleggers zijn. Dus dit is een bodembedekker, dus dit is geen aflegger. Kijk, een ander blad dan deze. Rhododendron. Die zijn we nu aan het afleggen. Dit is een rhododendron. Giftige plant, maar hele mooie bloemen en doet het erg goed onder de bomen op de zure grond. Kijk, hier kan ik ook afleggers van maken. Deze zit er zo laag op de grond. Nou, deze kunnen allemaal weg. Nou, tijdens het weghalen van de ongewenste boompjes tussen de rodo's heb ik dit al ontdekt. Kijk, hier is er weer een mooie natuurlijke aflegger. Daar heeft hij vanzelf wortel gecreëerd. Ik kan hem al gebruiken, maar ik denk dat ik hem wat beter weer ingraaf en wacht tot het een wat grotere plant is. En op zich is het niet erg als de rhododendron uitbreidt naar dit gebied. Kijk, we hebben al een en al rhododendron en het zou mooi zijn als het weer een mooie nieuwe verjonging en meer ruimte inneemt. Anders krijg je toch al die brandnetels en bramen en ik vind rhododendrons veel mooier. Het is ook leuk om te variëren in kleur. Dus misschien dat ik van een andere rhododendron met een andere kleur dan weer een nieuwe rij hier kan zetten. En dan deze weer ergens anders. Volgens mij zijn dit allemaal een beetje de natuurlijke. Rode is dat volgens mij. En je hebt ze in verschillende kleuren, verschillende soorten. Ze kunnen heel mooi, heel groot worden. Het is een mooie investering voor de komende tientallen jaren. Bedankt voor het kijken. Subscribe en like.